Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed Black Flag. Excuses dat mijn facecam niet in orde is of dat hij niet meer erop zit op de video's, maar dat komt omdat het best wel donker is en ik lig heerlijk in bed te gamen. En ja, jullie kunnen het hier ook mee doen, want ja, ik vind het nog altijd heel vet dat jullie deze serie volgen, Assassin's Creed Black Flag. Ik wil natuurlijk wel wat verder spelen, want binnenkort komt Watch Dogs uit. En Watch Dogs is natuurlijk de nieuwste game van Ubisoft, maar daarover meer dadelijk. Ik moet naar de... zeg maar naar de uitroepteken. Ik ga even kijken op de mapkaart. Maar hoe we dit verder aflopen zien we na het intro. Okay, people, let's go to work. En weet je wat nou zo verschrikkelijk is? Dat je, als je op een gegeven moment een tijdje niet meer hebt gespeeld, dan weet je niet meer precies hoe de controls werken. Maar ik zie nou dat ik naar de verhaalmissie moet. En dat ik dus daadwerkelijk wel door dat rode gebied heen moet. En ik weet niet of dat de bedoeling is. Maar ja, ik moet er toch echt naartoe. Kijk maar, daar is de nog 340 meter. Moet er heen. Oké, laten we dat snel versnellen. En laten we maar even YOLO doen dan. Het moet YOLO, het moet zelfs. Verder gaan we hoor, we gaan naar het rode gebied. Sequence 3. Een gek. Oké. Dat was best simpel en ik hoop dat we nu eindelijk niet meer, zeg maar, hoeven te varen op een boot. Want ik vind het best wel irritant worden, hoor. Ik zeg het je eerlijk. Het is ook niks voor mij, hoor, op een schip varen. Ik heb er niks mee. Ik vind het wel een leuke toevoeging, dat wel. Maar ik hoop dat het ook weer een lekker old school Assassin's Creed missie is, weet je wel. Oké. Het geluid is iets harder nu. Ga naar de rand van de jungle. Nou, dat zal niet zo moeilijk zijn. Oh jee, maar we komen wel op gebied waar we eigenlijk niet mogen komen. Dat maakt het wel bijzonder. Wee! Oh, dit ziet wel heel vet uit. Wauw, ongezien zwemmen. Nou, dat hoeven we nog niet te doen. Maar als ik dit zie is het een beetje... wauw, dit ziet er vet uit. Zo'n soort tempelachtig, weet je wel? Zo'n jungle tempel. Wauw, ik zit even te kijken hoor. Dit ziet er echt schitterend uit. Oké, ik denk dat we hier naar boven moeten. Hup, 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 spring, spring, spring. En ook het zonlicht. Kijk hoe fel het schijnt. Voor mij schijnt het best wel aardig een zonnetje. Ik weet niet waar. Waarom zie ik het zonnetje nou niet, jongens? Geen zonnetje. Geen zonnetje. Oké, we kunnen hier naar boven. Oh, via een trappetje. En daar hebben we een... wat hebben we hier, een schat? Nee, we hebben niks. Jammer. Oh, we kunnen daar naar boven. Dat is altijd een verzoek, hè, in dit spel. Even kijken, kunnen we daar naartoe? Even kijken, of we kunnen hier via dat... proberen, hoor. Want ik moet proberen om... ik ga het eens proberen. Oh, shit. Dat lukte niet helemaal. Oké, dan moeten we weer helemaal terug. Nou, helemaal niet, maar... zo. En dan kunnen we hier naar boven klimmen. Proberen wat hoger op te komen. Kijk, dit gaat goed. Ja. En nu? Oh, oké. Alsof ik het wist. Ah, ik vind het vet. Die klimmissies zijn vet. Oh. Oh, nee. Oh, shit, 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 shit. Kom op. Oh, dat was vet. Jullie dachten van, oh, shit. Als Vincent dat maar gaat overleven. Natuurlijk. Kunnen we hier naar boven? Oh, kijk nou. Is daar de... ja, kijk, die zochten we. Jullie hadden al zoiets van... waarom gaan Vincent elke keer richting dat schatkistje? Nou, hiervoor. Kunnen we hier nog verder omhoog? Misschien kunnen we...
Nee, we kunnen daar niet meer verder omhoog. Ik denk dat ik hier weer naar beneden ga. En dat ik precies via dat steentje weer naar beneden ga. Huppakee. Laat me vallen. Huppakee. Nou, dit is een kwestie van... Oh! Klimmen, klimmen, klimmen. En zo vet gedaan, hè. Ik vind dat heerlijk van die cloud-missies. Niet meer op de boot. Dat is sowieso goed. Oké. Bereik. Ik kijk ook een beetje om me heen, want ik heb het gevoel dat er dadelijk wel vijanden komen. En ja, die willen we liever negeren of natuurlijk vermoorden. Dat is het spel, dat is het doel ook van het spel natuurlijk, wat we inmiddels wel hebben gezien in de vorige missies. En er zit iemand op mijn kaart in het rood. Ik zie hem nu al. Ik denk dat we daar... Oh, kijk, een... What the fuck was dat? Oh, zo'n beestje. Kunnen we die niet even vermoorden? Oh, ik probeer het. Ja! Villain. Je weet maar nooit. We kunnen het verkopen. Leguaan was het. Ja, natuurlijk. Nou, we kunnen hier even kijken. Een plantje. Mooi hoor. Ik denk dat we nu gaan uitkijken. Want hier zit inderdaad iemand die mij zoekt. En kan ik hem al zo zien? Nee. Hoe kan ik ook weer bukken? Welke pijltjes toetsen? Ik weet het niet meer, joh. Vreselijk dit. Maar hij zit in ieder geval... Daar loopt hij. Oké. Nou, we kunnen verschillende dingen doen. Wachten tot hij hier is. Fluiten. Komt u vast en zeker even kijken. Ja, komt u maar. En in 3, 2, 1. Toga! Het was niet de beste manier om iemand te vermoorden, ik weet het. Maar in ieder geval, het is beter iets dan niets, toch? Hij is in ieder geval dood. Ga naar de rand van de jungle. Oké, we krijgen nu met twee mannetjes te maken. En waar zijn die? Oh, in de vette. Oké. Ja, hoe gaan we dit het beste aanpakken? Ik denk dat ik wel via de zijkant op die boom kan lopen. Zullen we het gewoon eens proberen? Kijk. En als ik hem nou vermoord in de lucht. En dan gelijk doorgaat naar de bosjes. Zo, dan ziet hij me niet. En dan denk je van, waarom is die dood? En dan in één keer is het van Chaka! Goeienacht! En we hebben een uitdaging voltooid. Kijk, dat gaat goed. Het is hier zo donker in mijn kamer. Het is hier ook gewoon rot weer, joh. Het onweert, bah. Vies weer. Weer vies. Kunnen we daar nog wat doen? Nee, we kunnen gewoon... Nee, de apie! In die bomen. Continu in die bomen zo. Nou, wat hebben we hier? Oh, er komt weer een vijand. Oh shit. Hij ziet me niet. Je ziet me niet. Ik zit achter deze mooie paal. Jij kan mij niet zien. Onmogelijk. Dat is onmogelijk. Kijk, nu kan ik hem wel vermoorden. Ik kan hem op afrennen. Weet je wat ik nu ga doen? Ik ga hier op die paal. Kom maar. Ga er maar op. Nee. Ga dan maar op die boom. Op die boomstam. Goed zo. Dan ziet hij me namelijk niet. En dan wacht ik even. Oh shit. Hij ziet me wel vanaf boven. Shit. Onmogelijk dat hij mij achter deze grote boom ziet. Onmogelijk. Laat ik gewoon wel afrennen en dan gewoon... Ja, ik weet al wat. Let op. Kijk, dan komt hij hierheen. Yeah. Meet me. Oké. Ontmoet me. Je moet eruit kijken. Er zit dadelijk een schat daar. Maar er loopt ook een mannetje. Ergens. Waar loopt hij? Oh, daar. Laat hem even vermoorden, die vent. Let op. Zo, die was mooi. Ja, hey, dat was even een pluspuntje voor mij, hè. Sowieso. Want dan kunnen we hier dat kistje pakken. En hier zit natuurlijk wel weer wat... Oh, kijk eens, jongens. Geld. Een zakhorloge. Die kan je om je zak doen.
En wat kunnen we daar vinden? Ik zie daar wat glinsteren, joh. Is dat een... Oh! Oeh! Wat? Een... Wat? Holy shit! Kunnen we hem schieten? Oh! What the fuck? Oh, dat beest moet eruit kijken. Ik ben bijna dood, joh. Oh my god. Ik ben wel bijna dood gewoon, hè? Oké, die moet ik zeker gaan vullen. Als we die gaan vullen, een witte legu... Wat was het? Geen... Het was geen witte legu aan. Het was een jaguar. So damn. Oké, laten we die zeemanslieder even proberen te pakken. Als dat lukt. Als ik weet waar die naartoe is gegaan. Waar de fuck is die toe gegaan? Ach, laat maar zitten, joh. Wow. Ja, oké. Daar zit nog een mannetje. En laten we dadelijk laten we als Tarzan... Kijk, gaan we fluiten eerst. Kom eens even hier. Boeshie. Kom maar hierheen. Kijk, hij blijft daar staan. Dus wat we nou gaan doen? Gewoon op hem afrennen en dan... Huppakee, tjaka. Dat is ervan als je niet luistert naar mijn fluit. Haha, kokosnoot. Oké. Nou, verder nog. Wat hebben we hier nog? Nog eentje. Hij komt hier vlak in de buurt. Hij zit nou hier. Hij komt hierheen? Nee, hij gaat weg. Oké, wat kunnen we doen? We kunnen van wapen verwisselen. Ik kijk even wat voor wapens ik heb. Heb ik van die... Verborgen messen hebben we. We kunnen geld strooien. Ik heb pistolen, dat doen we maar niet. Nou, ik doe maar even verborgen messen. Kunnen we altijd wel goede kills mee maken. Huppakee, ja, prachtig hè. Schitterend gedaan die game. Ik denk dat we er bijna zijn, ja, aan de rand van de jungle. Ik weet nog steeds niet wat ik daar moet doen. Ja, missie. En... Wauw, jongens. De rainbow. Oh my god, it's amazing. Wauw. Dat ziet er goed uit. Kijk dan, jongens. Dit is echt Ubisoft, hè? Toch elke keer blijven ze je verbazen met wat ze nog maken, joh. Met de graphics op de zo verouderde Xbox 360. Schitterend. Oké, okay, we hebben een checkpoint gehaald. We moeten echt serieus helemaal naar de rand van de jungle gaan. En dit geeft me zo'n... Ja, een jungle gevoel eigenlijk, als ik zo kijk. Vet, joh. Laten we gaan springen. Ik ben echt Tarzan. De nieuwe Tarzan is dit eigenlijk. Het nieuwe Tarzan model ben ik eigenlijk. Ik denk, als ik zo solliciteer, dat ik zo zou aangenomen worden. Moet je kijken wat ik allemaal kan gewoon. Ik hoef geen stuntman meer inturen. Ik acteer gewoon zelf. Dat is gewoon ideaal. Ik moet wel uitkijken voor die beesten. Want ik heb gevoeld dat er dadelijk wel een... iets van een leguaantje komt of iets. Of een... nou, die leguaan, daar ben ik niet zo bang voor. Maar die jaguars. Dat zijn echt klerenbeesten. Een fragment. Oké, ik heb een fragment uitgespeeld. Dat is alleen maar goed, jongen. En mijn neef komt online. Wat grappig. Zo, we gaan naar beneden. Oh, daar zitten een hoop mensen. Willen jullie weten hoe dit afloopt? Of ik die jungle ga overleven met al die nichterige mannen in de jungle? Dat zie je in de volgende aflevering van Assassin's Creed. Doei doei!